Robert, van harte welkom. We zijn blij dat je even de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. En ik hoop dat we samen onze kijkers kunnen verduidelijken wie jij bent en hoe de jeugdopleiding bij Sportlust rijlt en zeilt. Als ik het goed heb, kom je uit het Westland. Want er zijn natuurlijk een hele hoop mensen bij Sportlust die weten wie je bent. Maar ze kennen je nog niet echt. Nee. Maar je komt uit het Westland. Kun je ons even vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, ik ben geboren en een stukje getogen in Den Haag. Daar heb ik tot mijn 10e gewoond. En toen zijn mijn ouders en mijn broer en mijn zus zijn we een beetje gaan kijken buiten Den Haag. En zijn we uiteindelijk in Schaafsanden terechtgekomen. En daar ben ik eigenlijk, daar heb ik het grootste gedeelte van mijn jeugd zeg maar doorgebracht. En toen ik een jaar of 26 was, denk ik. En nadat ik twee keer de wereld rondgereisd ben, buitenland een beetje gevoetbald heb. Toen ben ik teruggekomen in Nederland. En toen heb ik nog heel even thuis gewoond. En toen ben ik in Leiden terechtgekomen. Waar ik mijn laatste club dan in Rijnsburg, dat kwam mooi uit. En mijn toenmalige vriendin die ging pedagogiek studeren in Leiden. Ik ging stage lopen op Ajax. En uiteindelijk dus voetballen bij Rijnsburg. Dus was Leiden heel mooi centraal. Daar heb ik ook een jaar of 7 gewoond, denk ik, zo'n beetje. 6, 7. En toen kwam ik een schone Woerdense tegen. In Griekenland op vakantie. En een jaar later woon ik in Woerden. En ja, goed, daar woon ik nog steeds. En inmiddels voel ik me en mijn gezin ook trouwens volledig Woerdens. Hey, maar, geboren en getogen in Den Haag. Ben je daar ook begonnen met voetballen? Of ben je pas begonnen met voetballen toen je in Schravenzanden woonde? Nee, ik ben begonnen bij RFC. En RFC, dat was een toonaangevende amateurclub toen de tijd. Aad de Mos is daar nog trainer geweest. Ik liep daar als kleine jongen met een parker vol bierflesjes te verzamelen in mijn capuchon. Want dat levert een kwartje statiegeld op. Zo heb ik RFC meegemaakt. Wat ik zei, toen ben ik op D-junioren leeftijd, dat is inmiddels onder de 12, onder de 13. Ben ik verhuisd in Schaafsanden. En toen debuteerde ik in het eerste van Schaafsanden toen ik tweede jaar senior was. Dus was ik 14 jaar. En toen ik 15 was, speelde ik zeer regelmatig in het eerste van Schaafsanden. Alleen toen stonden er nog geen scouts langs de lijn je in de gaten te houden. Dus ik dacht van ja, ik ben ambitieus. Toen ben ik zelf weer naar RFC gegaan. Want RFC speelde met zijn onder de 16, zeg maar de B1. Speelde regionaal, de hoogste afdeling. En toen zijn we kansloos gedegradeerd. Alleen ik kon daar wel uitblinken. En toen kon ik naar Sparta en naar Feyenoord. En uiteindelijk ben ik het jaar daarna naar Sparta gegaan. Dus heb ik ook een paar jaar in Rotterdam rondgelopen. Als Westlander, zeg maar. En heel veel omwegen. Maar goed, dat zullen we straks misschien nog over hebben. Via heel veel omwegingen ben ik uiteindelijk weer bij Schaafsanden terechtgekomen. Maar op eigen initiatief ben ik dus weer van RVC weer terug gaan naar RVC. Nou, RVC is gefuseerd met RVC Rijswijk. Uiteindelijk is het Kranenburg nog geworden. De laatste is wat bij Grunels trainen. Want ik heb er jarenlang al die namen. Wat is het geworden ook nog? Het Irene Sportpark. Hoe heet die? John de Wolf is daar trainer geweest. Edwin Grunels is daar trainer geweest. Hoe heet die club nou? Nee. Nou ja, goed. Ze zijn failliet gegaan. En Hey, maar volgens mij, heb ik ergens gelezen, heb jij ook nog bij FC Den Haag, of heette het toen wel ADO Den Haag gevoetbald? FC Den Haag. FC Den Haag, ja. FC Den Haag. Ja. En daar voetbalde je onder Co Adriaanse. Ja. Heeft hij dat gevormd? Co Adriaanse is natuurlijk een redelijk stereotyp mannetje. Ja, nou, het grappige is dat Co is ook een gymleraar van origine. En ik ben, toen ik weer terugkwam,
via Jong Sparta ben ik uiteindelijk in Amerika heb ik gevoetbald. En toen kwam ik eigenlijk een beetje verpest terug, moet ik zeggen. Ik heb daar dingen gedaan en ervaren. Op de mooie eilanden van Hawaii. Toen kwam ik terug en ik had een heel fantastisch seizoen gehad in Amerika. Ik denk, ja, ik ga toch niet naar het koude land meer voetballen. Ik ga terug naar Amerika. Dus ik heb mijn tas ingeleverd bij Sparta en ik stond op het punt om naar Amerika af te reizen. En toen hebben ze de grenzen dichtgegooid voor Europese voetballers. De Major Soccer League die ging toen uiteindelijk alleen met de Amerikanen verder. Dus toen ben ik teruggegaan naar Schavenzander. En daar haalde FC Den Haag me toen weg bij Schavenzander. En toen was Kouadriaanse daar trainer. Die waren net gepromoveerd vanuit de eerste divisie ongeslagen. Met Martin Jol naar de Eredivisie. En het jaar dat Martin Jol stopte. Toen kwam ik zeg maar een beetje bij de selectie. Ik heb niet meer dan 3 wedstrijden mogen spelen. Ook de combinatie school en tussen fullprofs lopen was ook niet. Maar ik moet zeggen, ik had te veel last van plankenkoorts wil ik niet zeggen. Maar ik was gewoon faalangstig om tussen die grote jongens te presteren. En op het moment als ik door de week met de tweede speelde, voelde ik de beste. Al wilde ik die aanvoerdersband hebben. En speelde ik ook de pannen van dak. En op het moment als ik bij het eerste aan mocht sluiten, dan gebeurde er wat in mijn lichaam. Ik ben ooit nog naar Adriaanse binnen gelopen. Heel kwetsbaar me opgesteld. Ik zei, joh, ik wil een haptonoom. Gullit en Van Basten waren toen met Ted Troost bezig. Ja, ja. En dat was toen. En Ko keek me aan en die begon een beetje schaapachtig uit te lachen. En ik denk van ja, dat is misschien niet voor het niveau weggelegd. Maar op het moment dat ik toen de tijd geholpen was, had het wellicht iets geholpen. Het grappige is, mijn oudste dochter heeft op een zeer hoog niveau getennist. En die had zelden. Dus het zat een beetje in de genen, zeg maar. Ik denk dat het ook wel een beetje genetisch bepaald is. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een heel groot voordeel vind dat ik het zelf heb meegemaakt, omdat ik het bij spelers, op het moment dat ik bij spelers proef of voel, heb ik het gevoel dat ik weet hoe ik een speler zelfvertrouwen moet geven, die ik op dat moment niet kreeg of niet vond bij mezelf of van anderen. Ja. Dus die laatste stap, en toen kon ik wel naar Jupiler League, eerste divisie clubs, maar daar was geen stuiver te verdienen toen een tijd. En ik was inmiddels 23. Dus toen heb ik mijn trainersdiploma's gehaald. Ben ik wel via, want ik zat in het Nederlands studentenelftal. En toen ben ik in contact gekomen met de Australiërs. Toen heb ik nog in Adelaide gevoetbald in Australië. En dat beviel me zo. Daar kon ik contract tekenen. Dat ik dacht van ja, ik bel schooldirecteur op dat ik nog een jaartje wegblijf. En toen zei de directeur van de sportacademie, waar ik inmiddels al begonnen was, van Robert, een jaar mag je uitschrijven. 2 jaar uitschrijven, vervallen al je credits. Toen dacht ik, ja, loop ik hier in Australië een paar jaar leuk te voetballen. Echt zakken vullen was het niet. Ik ga terug naar Nederland. En toen heb ik mijn school afgemaakt en mijn trainingsdiploma's gehaald. En toen ben ik ook relatief op jonge leeftijd eigenlijk gestopt met voetballen. En ben ik de trainerij ingegaan. Ja, dus je bent na je voetbalcarrière ben je meteen doorgegaan als voetbaltrainer. Ja. Kun je ons even meenemen in het rijtje clubs waar je getraind hebt? Of als trainer? Ja, nou, ik heb mijn carrière als voetballer, zeg maar, van mijn 25ste tot mijn 28ste heb ik nog 3 jaar lang bij Rijnsburgse Boys gevoetbald. En uiteindelijk, dat laatste jaar, werd de A1 trainer ontslagen. En ik had al jeugd getraind, hè, van F'tjes en E'tjes en D'tjes. En dat combineerde ik altijd met spelen in het eerste helftal. En uiteindelijk had ik mijn stage bij Ajax afgesloten. Dus ik had mijn trainercoach 1 in huis. En ik had wel de ambitie om er wat van te maken. En toen kwam de A1 vrij. En ik denk van, nou joh, pak ik. Ik was 28 en ik heb toen 2 jaar de A1 gedaan. Ben ik 1 jaar assistent geweest. Dus tweede helft van Rijnsburg. Het jaar daarna kon ik hoofdtrainer worden bij TOGB in Berkel-Roderijs. En toen kwam ik dus Sylvia, mijn vrouw, tegen. Ben ik naar Boerden verhuisd. En toen heb ik gewoon een open sollicitatie gedaan richting Sportlust. Omdat ik eigenlijk van die zondag af wilde. TGB was zondag. Ondanks dat het wel een mooie club was. En in potentie promoveerde ook mijn tweede jaar.
naar de toenmalige tweede klas. Maar toen kon ik bij Sportlus beginnen. En daar heb ik 2 jaar gezeten. En toen ben ik naar de Bollenstreek gegaan. Toen heb ik 3 jaar bij VVSB in Noordwijk-Hout. Ben ik trainer geweest. Dat was ook een zondagclub, prachtige club. Promoveerde ook naar het hoogste zondagniveau. Dus toen de tijd met Argon en AFC en mooie competitie. Tegenwoordig tegenstander van het eerste elftal van ons. Ja, ja, en zij zijn toen die topklasse kwam, konden ze naar de zaterdag toe. Maar ik ben eigenlijk weer teruggegaan van VVSB naar de zaterdag. Omdat ARC toen trainer zocht. En ik dacht, nou, ARC, dat is zo'n grote club. En zo in een regio waar zoveel mogelijk is. Dat is echt een slapende reus, dacht ik. En daar ben ik ingestapt. Dat was de enige club waar ik eigenlijk redelijk... Tweede jaar promoveerden we ook. Eerste jaar na competitie, tweede jaar promoveerden we. En toen liep het al niet lekker. En mijn derde jaar was het ook rond de winterstop over. Ik sta dansen in de woonkamer. Het was voor beide partijen echt beter. Maar goed, toen had ik al getekend bij Noordwijk. En daar heb ik 5 jaar gezeten. Had je een contract voor een onbepaalde tijd? Ja, of? Meestal als je dan 3 jaar bij een club zit, dan noemen ze dat contract voor een bepaalde tijd. Alleen toen de tijd ging mijn dochter heel hoog tennissen. En voelde ik het een soort rijdende trein. Ik denk, als ik er zelf niet uitstap, dan stap ik er nooit uit. En toen heb ik gewoon tegen Noordwijk gezegd, ik stop ermee. En toen heeft de toenmalige voorzitter van Sportlust, heb ik een bakje meegedaan of ik bij Sportlust uiteindelijk wat wilde gaan doen. Dus in dat tussenjaar ben ik over de opleiding geweest bij Sportlust. Met heel veel hulp en assistentie van Jochem Sneep toen de tijd. Moest wel ons extreem wennen. Want op het moment dat je van de top van het amateurvoetbal in één keer teruggaat naar de jeugd van een amateurclub. Daar moest ik echt extreem wennen. Het jaar daarna werd ik eigenlijk ook gebombardeerd tot technisch manager. Om wat meer betrokken te raken bij het eerste elftal van Sportlust. Dat was niet echt een bijzonder succes. Dat is een heel verhaal, maar dat hoef ik niet uit te leggen. Maar goed, uiteindelijk heb ik daar me snel van gedistanceerd. Zeg maar. Ik denk dan maar weer terug naar de jeugd. En toen kwam eigenlijk ergens in september kreeg ik een telefoontje van Lisse. Want de toenmalige trainer werd bondscoach van de dames. Arjan van der Laan. Arjan van der Laan, die zat daar toen en die werd bondscoach. En toen zeiden ze van, joh, zou jij bij Lisse trainer willen worden? En toen heb ik gezegd, nou ja, goed, dat kan niet. Want ik heb verplichtingen op school en ik heb verplichtingen in de Sportlust. En toen zei de voorzitter van Lisse van, als ik nou met de voorzitter van Sportlust ga praten en we komen eruit. En die maandagen dat jij op school je managementcursus hebt. Neemt de assistent het over. Zou dat een mogelijkheid zijn? Nou ja, goed. Ik heb 2 keer nee gezegd. En toen heeft mijn broer me eigenlijk overtuigd. Van, ja, als je nou niet instapt, dan kan je beter stoppen als hoofdtrainer. En toen heeft hij me het laatste zetje gegeven. En ik was blij met Nico dat hij overeenstemming kon vinden met de voorzitter van Lisse. En toen ben ik daar ook 5 jaar geweest. Tot afgelopen jaar. En dan voor je het weet ben je ineens 20 jaar hoofdtrainer. Ja. En dan ben je 53 inmiddels. En dan ben je een voetbalacademie begonnen op je school. En dan denk je van nou, het is ook weer een keer goed. Over die rijdende terrein gesproken. Dus ik heb bewust een stapje terug gedaan. En toen